Goedemorgen en welkom bij dit webinar van VNG Realisatie. We gaan het hebben over de mogelijkmaker. En wat is dat dan precies? Je krijgt natuurlijk wel vermoeden bij het horen van de term. Maar ja, wat doet deze persoon bij een gemeente? En hoe kunnen mogelijkmakers de cultuur in het gemeentehuis positief beïnvloeden? Daarover gaan we het vandaag hebben. En in het bijzonder met gemeente Heusden gaan we in gesprek, die hun cultuur en organisatie verandering hebben ingevoerd onder naam van Heusden Service. En welke veranderingen hebben zij ondergaan door die inzet van die mogelijkmakers? Overigens staat dit webinar niet op zichzelf. Dit jaar besteedt VNG Realisatie vanuit ondernemersdienstverlening aandacht aan de gemeentelijke cultuur en de cultuurveranderingen. En eerder kwam al de gelukscoördinator aan bod. En daar is meer informatie over te vinden op ons forum. Mijn naam is Aysha Okma, ik faciliteer samen met mijn collega's Franca de Vilde en Henry Kaper dit webinar. Franca zal zo vragen voorlezen, ze is niet in beeld. En Henry is als technicus betrokken bij dit webinar en hij leest straks de resultaten van de peilingen voor. Eerst praat ik met Jolanda Verbiesen, welkom. Dank je. Bas Schel is naast jou en Esther Wendel over jullie ervaringen met het traject. Wat heb je eigenlijk allemaal mogelijk gemaakt sinds jullie mogelijkmakers zijn? Wat hebben we allemaal mogelijk gemaakt? Wat wij vooral mogelijk, als ik even puur voor mezelf, wat wij vooral mogelijk maken is dat mensen creatiever zijn in wat wij als gemeente allemaal kunnen en mogen. Dus ook een beetje af en toe de grenzen opzoeken, kijken van hey, wat kan er wel, in plaats van per definitie gaan van dat kan niet en hier ligt de grens, maar juist meedenken. Nee. En dan ja, een heel praktisch voorbeeld is dat een aantal jaren geleden ik zat toen op het cluster welzijn, daar kwam een mevrouw en die wilde graag iets mogelijk maken voor jongeren die net buiten de boot vallen, 18, 17, 18 jaar. En dat kon eigenlijk allemaal niet, maar we hebben zo met haar meegedacht dat we het eigenlijk gezorgd hebben dat het allemaal wel kon. En daar worden nu een aantal jongeren opgevangen al sinds een jaar of twee nu. En dat is wel heel mooi, ja. Vooral omdat we ook meegedacht hebben met haar. Ja, ze had een droom en die heeft ze nu gerealiseerd, dus dat is een mooie, vind ik heel mooi. Ja. Nou, over die dromen komen we zo te spreken. Bas, is het ook voor jou een kwestie van niet meer nee verkopen? Ja, of beredeneert wel nee natuurlijk. Hè. Als het antwoord echt nee is en je kunt dat goed uitleggen, dan is een klant vaak ook heel tevreden. Ja. En dat vind ik wel, dat vind ik het mooie aan ons concept. Het zijn echte antwoorden, maar wel gegeven door de bril ook van de klant. Daar moet er wel iets aan hebben, ook al is het antwoord nee. Ja. En wat doe jij precies binnen het mogelijk maken? Jij bent programmamanager. Ik zal het zo wel uitleggen. Ja. Ik ben coördinator communicatie. Dus ik werk met een cluster van communicatiemensen. En langs de lijnen van ons merk hebben wij een publieksinteractieteam opgericht. Ja. Het lijkt een beetje op wat andere gemeentes kennen als een newsroom. Maar wij hebben het, vinden we zelf, net wat completer gemaakt door minder te letten op filteren. Dus het is niet per se een mediabeeld, maar echt het omgevingsbeeld. Waar maken mensen zich druk om? Waar zijn ze mee bezig? Dus echt gericht op de klant en dat naar binnen brengen. Oké. Okay. Esther? Ja, ik ben accountmanager bedrijven bij de gemeente. Nou, dus bij heel veel gemeentes hebben ze een accountmanager. Dat is één aanspreekpunt voor de ondernemers. En ik breng natuurlijk vragen naar binnen en kom met een antwoord naar buiten. En dat is fijn als je ja kunt antwoorden. Soms is het ook een onderbouwde nee, maar dan is er wel over nagedacht. Ja. Dus we gaan niet zomaar zeggen nee, omdat de regels zo zijn. Nee, omdat we regels hebben, maar waarom hebben we die dan? Je moet het kunnen uitleggen. Ja. Dus dat is, zeg maar. En is dat programma mogelijk maken, heeft het jouw hele andere, is jouw werk heel anders geworden? Nee, mijn werk was al hetzelfde. Hè, want als accountmanager sta je natuurlijk al een beetje vooraan. Hè, en probeer je collega's mee te krijgen om plannen mogelijk te maken. Alleen de collega's snappen het niet beter. Hè, dus dat, zo moet je het eigenlijk doen. Dus als je dan zegt, vroeger moet je zeggen, ja, maar voor de ondernemer betekent dit nogal wat, of dan kan hij verhuizen, of dan kan hij doorgroeien. En nu is het, ja, maar we proberen het toch mogelijk te maken. En dat is voor de collega's makkelijker te krijgen. Oké. Nou, wat gaan we vandaag bespreken? Ik heb hier het kleine programmaatje. En wil vooral de mensen thuis of achter hun scherm op het werk uitnodigen om vragen te stellen. Kom gerust met vragen door. En ja, wij vanuit VNG Realisatie besteden we al jaren aandacht aan wat jij ook doet, Esther. Aan het verbeteren van dienstverlening aan ondernemers. Die hebben nog wel eens een complexe vraag. Die ervaren nog wel eens regeldruk. En allerlei
mooie voorbeelden die wij zien in het land. En we helpen gemeenten met uitwisselen. Maar alle goede voorbeelden proberen we ook over voetlicht te brengen. En dat doen we onder meer met webinars. Ja. Maar we hebben voor ze ook, we besteden ook aandacht aan trends als circulaire economie. Bijvoorbeeld K2 wordt ook uitgenodigd. En we brengen de deelnemende gemeenten in kaart. Samen met VNG Beleid. We hebben ook een Smart City Team. Dat zijn allemaal dingen. En nu dus dit cultuurtraject over wat gemeenten doen om van binnenuit de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Kom ik op jullie presentatie. Ja, dankjewel. Ik begreep dat jij... Ik zal de aftrap doen in ieder geval. Ja. Goed, je hebt ons net voorgesteld, dus ik denk dat dat niet meer hoeft. We hebben gewoon 3 mensen, 3 verschillende afdelingen binnen de gemeente. Hier staat nog manager dienstverlening, dat ben ik niet. Dat is dan het misverstand. Wil ik wel, daar kom ik in de presentatie wel op terug. Ik zeg dat zo expliciet, omdat dienstverlening van ons allemaal is. En ook de mogelijk maken en ook heuse service is van iedereen. En dat is niet van een programma of van een manager of een afdeling, maar dat is van de hele gemeente. En dat vind ik zelf ook wel een van de mooie aspecten van het concept zoals wij het hebben uitgerold. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die ergens expert is op het gebied van wegen aanleggen of zo, die dat misschien niet zo ervaart. Dus hoe krijg je mensen zover dat ze dat allemaal ook vinden? Dat kom ik zo in de... Mag ik een sheet verder in? Ja, dat mag. Daar is de sheet. Om te komen tot waar we nu staan, ga ik heel even terug naar het begin van onze gemeente. Ja. Van de gemeente Heusden zoals die nu is. Een herindelingsgemeente. In 1997 zijn de voormalige gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden samengevoegd. En ik zeg altijd zoals dat dan mooi gaat, hè? De naam Heusden en 2 gemeentehuizen, 1 in Drunen, 1 in Vlijmen, zodat iedere kern of hoofdkern toch wel bediend was. In het totaal zijn er 11 kernen in de gemeente en een van de aspecten die toen dus heel belangrijk was, hoe zorgen wij dat de dienstverlening vanuit alle de gemeentehuizen, we hadden er 2 en een Heusden servicepunt, mogelijk is. Ja. Dus op dat moment zijn wij gestart met een traject rondom locatie en tijd ongebonden werken. Alles digitaal, dat heeft geleid tot de Heusense manier van werken die op lange tijd niet al enige bekendheid had. Dan zitten we begin rond jaar 2000 ongeveer. Dat is verder uitgewerkt en uitgerold. En we zijn in 2009 gestart met accountmanagers. 2008, 2009. En in 2011 kwamen we op het punt dat we dachten van wat willen we nu eigenlijk aan onze burgers... waar willen we voor staan, wat ik zou zeggen. Ja. Wat vinden wij nou belangrijk als gemeente om uit te dragen? Wie zijn wij en hoe doen we dat? Daarvoor zijn bedrijven benaderd, instellingen benaderd. We hebben natuurlijk ook zelf intern gekeken, maar wat vinden wij nu belangrijk? En daar is uiteindelijk in 2012 de slogan, het merk, hoe je het noemen wilt, Dromen doen Heusden uitgekomen. Hij mag naar Dromen. Ja, ik heb even een vraag daarover. Want is hij... Ik begrijp dan eigenlijk goed dat er niet per se een aanleiding was, maar dat jullie meer vanuit jezelf zijn gaan nadenken van wij willen onszelf beter neerzetten voor de inwoners. Hoe willen wij onszelf op de kaart zetten voor de inwoners? En dat was niet een vraag betekenen. Of een klacht vanuit ondernemers. Het was natuurlijk wel een crisis en we kregen onze kabels niet verkocht. Hè? Dus dan ga je ook nadenken van gaan we door zoals we altijd deden? Hè? Ja. Of moeten we daar eens wat verandering in brengen? Ja. En we waren al natuurlijk in een kanteling inderdaad met plaatsonafhankelijk werken en flexplekken. Dat had eigenlijk een doorstart nodig. En in combinatie met de crisis is bedacht, misschien moeten ze wat meer doen aan wat adviesbureaus ook doen. Hè? Dus dan ga je profileren. En het is niet altijd zo dat mensen maar gebonden zijn aan Heusden. Natuurlijk wel om je rijbewijs en je paspoort te halen, maar niet om je bijvoorbeeld te vestigen. Dus daar kun je wat meer mee doen. Ja. En toen hebben we dus... Jij wilde de volgende sheet. Ja. Dat traject in 2012 hebben we het merk, om het zo te zeggen, Dromen doen Heusden gelanceerd. En wat ik zelf heel mooi vond, ik kan het helemaal voor de geest halen, was in een theaterzaal in onze gemeente. En daar was iedereen, dus van de burgemeester tot aan degene die op straat schoffelt, iedereen was daarbij. En het traject wat we daarna gelopen, het is echt een cultuurtraject, dat is ook echt met iedereen gelopen. Dus niet alleen een clubje, een klantcontactcentrum of een clubje communicatie, maar
zowel het college als de buitendienst en iedereen die daartussen zit, heeft daarmee te maken. En heeft daar dus ook, hebben we op doorgepakt. We zijn toen een pakweg een jaar ingegaan, anderhalf jaar, waarin we gezegd hebben van hoe doen we dat dan? Ja, klinkt wat mooi, maar hoe doe je dat en naar dat, dat volle theater terug. Ja. Ja. Want jullie zitten daar dan met elkaar. Het is wel al tot jullie doorgekomen van dit is van iedereen. Maar wat gebeurt er dan precies op zo'n bijeenkomst? Nou, gaat bij iedereen een soort kwartje vallen van het moet anders, het moet er van een andere boeg? Of? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat op dat moment bij iedereen dat kwartje viel. Op dat moment werd het merk, het nieuwe logo, et cetera, dat werd gepresenteerd daar. En het was eigenlijk het startschot voor het cultuurtraject. Dus daarna zijn we met alle clusters, teams, alle medewerkers, alle bestuurders, et cetera, het traject ingegaan van wat betekent dit nu? En je zei net, Dromen doen heuse is een merk, heuse service is dan onze manier van dat extra, of de term die we gebruiken om dat extra stapje te zetten. Maar hoe doe je dat dan? Ja. En wat betekent dat dan ook voor je interne samenwerking? Ja. Wat houdt dat dan in? Dus dat is eigenlijk het startschot wat we gegeven hebben op dat moment om daarmee verder te gaan. In die theaterzaal werd het praktisch voor iedereen. Een werkwijze die ze bij economische zaken al meer gewend waren, werd praktisch voor de hele organisatie. Waarbij het ene cluster natuurlijk verder al is aan het begin dan het andere. Maar doordat je allemaal met hetzelfde merk gaat werken, krijg je allemaal de vraag, en hoe doen we dat nu? Ja. En daar ben je allemaal mee bezig. Ja, en wat betekent het dan voor diegene die schoffelt bij de plantsoenendienst? Hoe moest die die vertaalslag gaan maken? Nou, dus ik dezelfde vraag te stellen als de collega's van Esther. Hè. We hebben een aantal kernwaarden waar we dadelijk nog op terugkomen. Die kernwaarden zijn voor de mensen van de buitendienst exact hetzelfde als voor accountmanagers bij economische zaken. En de vraag ook, die je... Er zijn toen ook wijkteams gekomen voor de buitendienst, zodat ze mensen in de wijk ook een aanspreekpunt hebben. Dat hebben we allemaal wat toegankelijker gemaakt, denk ik. Ja, je ziet een werkwijze die ze bij economische zaken hadden, die is als het ware uitgespreid over de hele organisatie. Dus de economische zaken heeft accountmanagers, dat hebben nu veel meer clusters. Alleen per vakgebied kan dat iets of wat verschillen. Ja. Maar de vraag is hetzelfde. Een van de kernwaarden is de klant centraal. Hoe geef je dat vorm? Ja. Nou, bij EZ werkt het hartstikke goed met die accountmanagers. Nou, dat werkt bij de buitendienst via de wijkcoördinator precies zelf. Maar door allemaal in die theaterzaal de vraag te stellen hoe ga je vormgeven, ga je het allemaal vormgeven. Ja. En toen was het de tijd van dromen dus voorbij. Het was meer van het service bieden. En hoe is het daarna verder gegaan? Want toen sprak je nog niet over mogelijkmakers. Nee, in eerste instantie met een aantal collega's zijn die begonnen. Esther is een van de mogelijkmakers van het eerste uur, zeg maar. Ja. Die hebben een aantal jaren, als het ware, ontdekt wat het is. Want als je jezelf mogelijkmaker noemt, als je in contact bent met klanten, dat schept echt een ander beeld dan wanneer je zegt, ik ben ambtenaar. Je hoort mij geen ambtenaren afzeiken, ik ben er zelf ook eentje, maar iemand die zegt, ik ben mogelijkmaker, komt op een andere manier binnen. En dat roept vragen op, verwachtingen op. En Esther en een aantal andere collega's hebben ontdekt wat dat dan betekent. En vanaf 2016-17 hebben we gezegd, iedereen wordt mogelijk maken. Dus nu is van de mensen van de buitendienst tot en met de gemeentesecretaris is iedereen mogelijk maken in eerste instantie. Dus eerst wat ontdekt en daarna weer verbreed. En hoeveel medewerkers heeft Heusden? Dat weet je wel nog beter dan ik. 300 mogelijk makers. Ja. Dat moet echt een enorme activiteit gegeven hebben dan. Nou, zeker in het eerste jaar hebben we daar heel veel tijd en aandacht en hele positieve energie gingen door de organisatie, absoluut. Ja, er zit echt een soort golfbeweging in. Hè? Je ziet rond 2012, toen ik overigens nog niet werkte, dus ik heb het van horen zeggen, maar zit er een soort piek in de energie. En rond 2016 daalt dat. Hè? Als je iets hebt gelanceerd, komt altijd een moment waarop even weer de energie eruit is. En vanaf 2017 zit de energie er weer flink in. Dus je moet iedere keer op het moment dat je de energie even wat wegvoelt, ebben, kijken van is dit weer het moment om een slinger te geven of moet je dit nu even laten bestendigen? Ja, want ik zie daar ook dat paspoort. Wat is dat voor iets? Dat is ons mogelijkmakerspaspoort. Daarin beschrijven we heel kernachtig wat ons merk is en welke houding en gedrag we daarbij vinden passen. Dus voor al onze mogelijkmakers, kort omschreven, zo verwachten we dat je je gedraagt. Ja. En per vakgebied
verschilt de invulling ervan. Hè? Een handhaver heeft een andere baan dan Esther, maar je begint alle twee vanuit dezelfde kernwaarde, dezelfde houding en gedrag. En het paspoort dient ook om met elkaar je reis als mogelijk maken te bespreken. Hè? 300 individuen. Wat is het voor jezelf of is het voor die de inwoners en de ondernemers? Het is voor ons medewerkers. Voor onszelf. Okay, ja. Wat doe je met dat paspoort dan? Nou, onder andere dus bespreken hoe jouw reis als mogelijk maken gaat. Hè? Bijvoorbeeld hier zijn met die webinar, dat is een ervaring die we opdoen. Ik kan met mijn manager bespreken van, joh, ik heb dat meegemaakt. Dat heeft me verder gebracht in de kernwaarde dialoog en samenwerking. Ik wil eigenlijk wel meer investeren in de klant centraal, want volgens mij doe ik het daar niet zo goed. En aan de hand van je mogelijkmakerspaspoort bespreek je dus in feite je functioneren, de ontwikkeling die je zoekt, de opleiding, training, waar je tegenaan loopt, zowel positief als negatief. Waardoor we dus ook onderstrepen, een mogelijkmaker werkt vanuit dezelfde kernwaarde, maar is wel een eigen individu. Ja. Ik ben een andere kop dan Jolanda en Esther, dus voor mij ook een andere. Merk jullie dan ook dat dat een hele andere ervaring geeft binnen het pand? Dus voor jou misschien een soort vervolg van wat je al deed. Ja, het is ook een beetje zoeken, denk ik. Het is ook niet mogelijk om alles mogelijk te maken. Hè? Dus dat is wel een zoektocht. Moet ik nou op alles ja zeggen? Nee, je hoeft niet op alles ja te zeggen. Maar probeer het te onderbouwen. Of kijk eens naar de regels die we hebben gemaakt met z'n allen. Zijn die nog wel van toepassing? Moeten we die versoepelen? Of juist verstrengen? Dat kan ook. Ja. En hoe kijken onze burgers en de ondernemers daar dan tegenaan? Hè? Ja. Want wij kunnen bijvoorbeeld voor een bedrijventerrein even als voorbeeldje zeggen. Wij vinden beeldkwaliteit niet meer belangrijk. Maar misschien vinden die ondernemers in dit geval was het wel heel belangrijk. Ja, oké, dan laat het in stand. Hè. Het is ook wel een beetje een wisselwerking van. Ja. En vooral heel veel communicatie. En voelen medewerkers bijvoorbeeld meer vrijheid om dan, omdat er dingen mogelijk gemaakt moeten worden, om de regels toch ruimer te interpreteren bijvoorbeeld? Ja. Maar ook wel druk. Ja, en, maar ook wel druk. Ja. Want als je ergens heel erg verstaat, noem maar die civiele man die gaat over waterbergen. Ja, daar sta je dan voor dat je maximale waterbeheersing wil. Soms moet je daar dan een beetje in meedenken. Van, kan het misschien net even anders? Of kan het op een andere plek of op een andere manier? Ja, dat geeft ook wel een bepaalde druk. Ja, dus dat is ook wel een andere denkwijze, denk ik. Ja, wat dan wel helpt, is dat we natuurlijk wel dezelfde taal spreken. Want ook die, de collega van de waterberging, ook die is aan het mogelijk maken met zijn eigen vakgebied. En als je daar een discussie mee hebt, Esther wil bij wijze van spreken die waterberging liever niet, want de ondernemers zien het niet zo zitten. De collega van water wil het wel, maar doordat je allebei over hetzelfde, over dezelfde kernwaarde praat, heb je een veel zinvoller gesprek. Ja. Ook al kun je nog steeds slaande ruzie hebben, hè, omdat je allebei echt staat voor je zaak. Het gebeurt wel vanuit dezelfde gedachte en dan is het gesprek gewoon nuttiger. Zullen we eens naar die kernwaarden kijken? Want volgens mij hebben we daar ook een sheet over. Dit was nog de droomfase, hè? Ja, dit is in een nutshell is dit ons merk. Droom doen heus is de overkoepelende merkbelofte. Dat is wie we zijn. Heuse service is wat we bieden. Nou ja, wij als mogelijkmakers doen dat. En we hebben sinds anderhalf jaar ook de Heusense school, waarin we elkaar leren om mogelijkmaker te zijn en te blijven. Want dat moet je wel scherp houden. Een mogelijkmaker in 2017 is niet per se hetzelfde als een mogelijkmaker in 2025. Dus je moet daar voortdurend aan opleiden en trainen. Maar dan ben ik toch even benieuwd. De Heusense school, dat is een interne opleiding. Ja, dat is eigenlijk ons centrale opleidingsbudget. Wat we hebben gezegd is, met dat budget, dat gaan we volledig inzetten op opleiding en training rondom ons merk. En je kunt je voorstellen, allerlei clusters gaan ook op vakgerichte trainingen. Mijn cluster gaat regelmatig op mediatraining bij wijze van. Maar op het moment, als we ons willen ontwikkelen rondom het merk, dan doen we dat in de Heusense school. En ook met z'n allen. Dus het liefst door de clusters heen en niet... Een mooi voorbeeld wat nu dus speelt. Hè? Want een van de dingen wat net zijn, want je komt er als... hoe doe je dat? Dat doe je ook door intern vooral dat gesprek te hebben. Hè? Ik wil iets mogelijk maken. Jij zegt van ja, maar nou, hoe ga ik jou meenemen, et cetera. Dus gesprekstechniek is heel simpel. Als gesprekstechniek is wezenlijk daarbij. Ja. En we hebben nu dus door de hele, vanuit de Heusense school, door de hele organisatie en ook weer zowel de buitendienst als het bestuur, ook gezegd, en ook het MT, wij krijgen gesprekstraining. Ieder toegepast een beetje op zijn eigen vakgebied of niveau, et cetera. Maar we krijgen wel allemaal gesprekstraining. En niet alleen Esther of communicatie, maar iedereen. Ja. En dat vind ik dan wel het mooie van zo'n concept, dat we dat echt consequent door de hele organisatie doorvoeren. Ja, maar dat is dus een
ook een opleiding en met een budget erbij. Maar zijn er ook mensen die hier met een team in de gemeente aan het sturen zijn op dit mogelijk maken? Of? Dat doen we ook met z'n allen. Het is eigenaarschap is een beetje. Je hebt mensen nodig die het als het ware een beetje mee in de gaten houden. Dat zijn de clusters PNO, communicatie, maar ook het volledige MT. Juist het volledige MT. Het is heel erg gespreid. In plaats van dat je één iemand hebt die programma manager heus in zijn school is. En waar dan iedereen naar gaat zitten kijken van nou, Jolanda, je regelt het maar. Regelen we het nu met z'n allen. Waardoor je de denkkracht van 300 man kunt inzetten in plaats van die ene programma. Maar hoe uit het zich dan bijvoorbeeld intern verder nog? Hebben jullie dan bijeenkomsten of zo om af en toe elkaar scherp te houden? Of, Zeker, bijeenkomsten. Maar vooral denk ik, en ik kijk ook even naar jullie, vooral ook dat het op de werkvloer genoemd wordt. Ja, hè? Dat mensen zeggen van is dit nou deze service? Of, maar we willen het toch mogelijk maken. Spreek je elkaar ook op aan. Ja. Dit is zo'n droom van een inwoner, van een ondernemer. Ja. Denk eens mee. Dus die taal, waar ik steeds over heb, dat die breed door de organisatie gedragen wordt. Nou, wat je ziet is dat mensen ook bij elkaar inspringen. Op het moment dat ik Esther een discussie hoor hebben over een droom van een ondernemer en je voelt dat ze discussie heeft met een collega, op een gegeven moment kan ik dan aanhaken van, hey, Esther maakt wel een punt. Wij willen dingen mogelijk maken, die ondernemer doet niks illegaals. Ja. Moet nou per se die waterberging daar, kunnen we hem niet 300 meter verder leggen. En waterbergingen, ondernemers, het is allemaal niet mijn vakgebied. Maar ik spreek wel dezelfde merktaal als zij. Dus je kunt elkaar helpen. En dat doet Esther andersom ook. Als zij mij een journalist wordt afpoeieren op een manier waarvan ze denkt van, nou, dit is niet zoals wij het doen. Dan komt er echt wel een vingertje omhoog van, hey Bas, volgens mij doen we dat hier anders. En dat is dus vakgebied onafhankelijk. Het is wel heel mooi en ik ben eigenlijk ook benieuwd van of iedereen daar dan ook zo makkelijk in mee is gegaan. Nee, je hebt ook mensen die dit niet leuk vinden. Nee. Of die het niet zo snel kunnen. Hè. Een kudde van 300 rent natuurlijk niet allemaal even hard. Nee. Daar heeft onze gemeentesecretaris 2 jaar geleden, toen we een beetje in een dip zaten, zijn we weer met z'n allen een zaal ingejaagd. En het heeft ook heel duidelijk gezegd, jongens, dit is wie wij zijn. Wij zijn dromen en neuzen. Dit is wat wij doen. Ja. Als het niks voor je is, als dit niet is waar jij je lekker in voelt, dan hoef je hier niet te werken. En dat is bij de overheid niet heel gebruikelijk. Dat er een keer gezegd wordt, hey vrienden, dit zijn onze clubkleuren. Ja. En als je dat niet wil, zoek vooral een andere werkgever waar je wel gelukkig wordt. Franka heeft een vraag. Ja, de vraag is van Dorothee. Is er wel een stuurgroep of een projectgroep? Er is nu geen stuurgroep, geen projectgroep. Toen wij startten in 2012 was er in zoverre het MT, MT Breed in ieder geval, die daar de aanjagers voor waren. En toen hebben we ook gewerkt met wat wij dan noemden ambassadeurs. Mm-hmm. Dus maakten we koppels van een teammanager met een medewerker. En die beiden gingen bijvoorbeeld dan een aantal teams langs om daar het gesprek ook te hebben van wat betekent het nu voor jullie team, hoe werk je dat uit? Dus dat was iedere keer een duo optreden, om het zo te zeggen. Maar we hebben in de directie ook altijd wel een contactpersoon of iemand gehad die zich daarvoor verantwoordelijk voelde, laat ik het zo zeggen. Maar met de doorstart vind ik het meer van iedereen dan bij de eerste start. Ja. Dus het is nu inderdaad wel van iedereen. Ja. En laten we even kijken wat dan van iedereen is. De kernwaarden, daar ben ik dan toch ook wel benieuwd naar. Wat dragen jullie dan nu allemaal uit? Nou, dit. Dit zijn onze drie kernwaarden. Wat ik daar het sterkst aan vind, dit is verder geen revolutionaire tekst volgens mij. Zelf denk ik dat voor heel veel gemeentes dit misschien wel goede kernwaarden zouden kunnen zijn. Het zijn er ook maar 3, wat ook wel prettig is. Ik ken ook gemeentes waar ze er 15, 20, ik heb er geloof ik eentje gehoord van 41. Ja, dat is niet te doen. En het zijn voor al onze medewerkers zijn het dezelfde. Ja. Als jij bij de buitendienst werkt of als jij bij zorg en welzijn werkt, heb je exact dezelfde kernwaarden. Ja. Waardoor je het met elkaar over hetzelfde hebt. Dus op het moment dat Esther mij aanspreekt op iets wat ik doe, doet ze dat met deze 3 kernwaarden, waardoor ik haar begrijp. En waardoor ik ook begrijp waarom ze me aanspreekt. Dan heeft ze gewoon een vraag van hey, wat jij nou doet. Is volgens mij niet de klant centraal stellen. Ik kan me niet voorstellen dat die journalist zich gehoord en geholpen voelt. En doordat ze dat doet, kan ik met haar het gesprek hebben over mijn vak, zonder te denken, waar bemoeit jij zich mee? Ik ben toch van de communicatie.
Ja, want dat aanspreken, gebeurt dat nu ook regelmatig? Is dat ook echt in gang gezet? Of is het alleen iets wat, waar men nu over nadenkt? Ja. Dat is het gebeurt wel, maar dat blijft wel moeilijk. We merken dat dat echt moeilijk is. Dat is ook de reden voor die gesprekstrainingen. Ja. We hebben vorig jaar hebben we opfrissessies met elkaar gehad. Met de hele organisatie bij elkaar gezeten. Van jongens, is Dromen door Neuzen nog wie we zijn? Waar lopen we tegenaan qua problemen? En een van de dingen, ja, dat is volgens mij bijna unaniem, dat aanspreken en verantwoordelijkheid nemen, dat gaat nog niet zo goed. En toen hebben we aan alle medewerkers in die opfrissessies gevraagd, ja, wat heb je dan nodig om het beter te kunnen? Ja. En daar is die gesprekstraining uitgekomen. Ga het maar oefenen, ga maar proberen, leer maar gesprekken voeren of verbeter je gespreksvaardigheden. Ja. In de hoop dat je daardoor wat makkelijker mensen gaat aanspreken. En dat werkt wel, de clusters die de trainingen nu gehad hebben, geven terug van ja, het is makkelijker geworden om tegen elkaar iets te zeggen, om elkaar aan te spreken. En dat zijn echt wel zweefgesprekken hoor. Geen Nederlander vindt het volgens mij leuk om een ander aan te spreken. Maar het gebeurt wel beter. Maar dat is er wel eentje, dat is volgens mij met stip de kernwaarde waar we het meeste aandacht voor moeten blijven hebben. Nou ja, en het is natuurlijk ook uit je comfortzone om te denken van de regel zegt eigenlijk dit, maar dan bereikt die ondernemer niet wat hij wil. Hoe kan ik nou kijken, terwijl de wet wel vrij streng is, dat het toch mogelijk is? Zit je soms voor een dilemma? Ja. Soms kan het niet, maar heel vaak kan het wel. Of ga ik nadenken waarom we die regel ooit verzonnen hebben. En dan komt er een reden van ja, maar dat is wel hartstikke achterhaald. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Dus het is ook gewoon met elkaar het gesprek aangaan en heel veel dingen kunnen doen. Want neem jij nu meer verantwoordelijkheid voor een eigenstandige beslissing? Ik laat me nog steeds goed adviseren door mensen die er verstand van hebben. Maar ja, soms is dat ook wel tegenstrijdig. Dus de ene is de techneut, die zegt dat die waterberging om dat toch maar even over te hebben, daar moet hebben. Maar de ander zegt, ja, maar daar lopen kaalse lijnen, dus dat gaat het niet worden. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel met elkaar een besluit nemen. Ja. Ja, en als dat gezamenlijk niet lukt, dan, nou ja, dan doe ik dat. Of dan samen met het collega. Ja, nou ja, ik zeg het ook omdat ik wel toch vaak verhalen heb gehoord van ambtenaren die dan denken van de procedure is zo, deze spullen zijn een dag te laat ingeleverd, jammer dan, de vergunning wordt niet verleend. Ja. Ja. En dat, als ik jullie zo goed beluister, is het eigenlijk de bedoeling dat je daar wat ruimer in wordt bereiken we nu wel een beetje in dit proces wat die ondernemer wil? Of? Ja. En dat gebeurt dus. Dus inderdaad zomaar een vergunning buiten behandeling stellen of er niet in behandeling nemen, omdat dat gebeurt eigenlijk nooit. Het gaat altijd in overleg en op hetzelfde moment aanvullen. Dus dat loopt wel goed. Ja. Ik denk dat dat is het belangrijkste is wat we bereikt hebben, dat doordat je met z'n allen met deze kernwaarden werkt, dat er altijd wel iemand is die het op zijn fatsoen trekt als het niet lukt. Er zijn er nu 300 als het ware die naar die vergunningaanvraag kijken, niet letterlijk, maar op het moment dat er iets gebeurt waarvan je denkt, dit is volgens mij helemaal niet wat we willen zijn, er is er altijd wel een die zijn vinger opsteekt en dat uitspreekt, waardoor je veel meer een soort zelfreinigend vermogen krijgt en je als specialist ook beter nadenkt over de keuzes die je maakt. Want je moet het ook kunnen uitleggen aan je collega's in de koffiecorner, die dezelfde kernwaarden hebben, geen verstand van jouw vak. Het dwingt je tot het uitlegbaar maken van keuzes en dat zorgt ervoor dat grenzen soepeler worden ook. Ja, maar je moet het ook altijd aan de buren uit kunnen leggen. De droom van de een moet niet de nachtmerrie van de ander worden. Ja. Dus je moet ook niet presidenten gaan scheppen. Je moet daar wel eerlijk in blijven. Dus wat we vinden dat mogelijk is, dat moet je mogelijk maken. Maar wat echt niet kan, of wat problemen geeft voor de omgeving, dan moet je ook heel duidelijk in. Leuk voorbeeld misschien van laatst. We zijn met een groot project bezig waarin een grote landgoed moet worden verkocht, opgeknapt, ontwikkeld. En onze controller heeft naar dat proces gekeken. Een van de adviezen was, misschien moeten we aan de voorkant wat beter nadenken en ietsje minder snel van dromen naar doen. Ja. Esther gaf in die, dan hebben we een actualiteitensessie in de Heusense school. En Esther was erbij en die gaf terug, als we aan de voorkant super zorgvuldig moeten nadenken, dan vergeet maar dat je een keer out of the box kunt denken, dat je spontaan iets kunt doen. En in zo'n actualiteitensessie los je dat dilemma niet op, want onze controller had gelijk en Esther had gelijk. Maar doordat ze alle twee met hetzelfde merk bezig zijn, komt dat dilemma op tafel. En ga je met elkaar daar, ga je het over hebben, je gaat erover nadenken. Een volgende keer wordt het dilemma misschien sneller opgepakt. Ja. En dat is denk ik de grote winst. Ja.
Ja. Nou, ik zit naar jullie te kijken en wat mij vooral het meest fascineert is dat jullie vol enthousiasme hierover praten. Mooi! Ja, dat is hartstikke mooi, maar dat brengt me wel een beetje op de vraag van wat maakt het mogelijk maken zo leuk? Ja, volgens mij is het de kerntaak als je bij de overheid werkt. Ja. Wij zijn er voor onze inwoners, niet andersom. En, ja, want, ja, je kunt je niet verschuilen achter de regels. Dat vind ik juist zo leuk. En dat je ook zelf in de positie komt om na te denken, om die grenzen op te zoeken, om die onderhandeling met die collega te doen of dat lastige gesprek. Maar dat maakt het wel allemaal uitdagend. En uiteindelijk is het natuurlijk hartstikke leuk als je net de grenzen opzoekt en een burger blij maakt daarmee. Ja. Ja. Dat is bij een ander voorbeeld. Ik ben geen manager Droom Doen Heuzen dus, maar onder andere wel manager van het Club Klant Contactcentrum. En een jaar geleden of zo kregen we een vraag van een inwoner die ergens in Afrika aan de grens stond en wat papieren nodig had. En dat was natuurlijk niet het meest gebruikelijk, maar wij hebben wel, en dat hebben we buiten werktijd gedaan en contact gehouden enzovoort, uiteindelijk gezorgd dat die persoon zijn reis kon voortzetten. Nou, die komt dan 3 weken later helemaal blij met een taart aan. Ja, oh, dat is geweldig. Ja. Ja, nou, mooi. En dat doe je niet helemaal precies, dan zeg je niet om 8 uur van jongens, de deur is dicht. Kantoortijden. Kantoortijden en that's it. Nee, dat werkt dan niet. En dat maakt het leuk. En mensen waarderen dat ook. En dat is natuurlijk heel mooi. Ja, want dat is ook iets wat ik me afvraag. Hè. Jullie hebben het heel erg over het interne proces en hoe je met elkaar anders werkt. Maar wat merken inwoners en ondernemers nu precies hiervan? Ja, ik krijg ondernemers uit een naastliggende grote gemeente die zich liever in Heusden vestigen, omdat de dienstverlening een stuk beter is. Vergunningprocedure gaat sneller, verkoopproces gaat sneller. Nou ja, dat is al een compliment op zich, denk ik. Ja. Ja. En dan doe je het goed, denk ik, als gemeente, als je dat terugkrijgt. Ja, want je merkt dus dat door dat gesprek intern wordt er sneller gewerkt en efficiënter. En dat is het resultaat. Dat is het resultaat. Ja, dat merken ondernemers en inwoners wel. Ja. Wat monitoren jullie ook de resultaten? Ja, we hebben onder andere een inwonerpanel. We doen mee aan meerdere benchmarks. We hebben wijkatlassen. Dus ja, je houdt op meerdere manieren in de gaten hoe mensen vinden dat wij presteren. Ik denk dat alle gemeentes dat doen. Maar wij hebben wel een soort meetlat waar we het langs kunnen leggen. En dat is die wijkatlas? Nou, dat zijn meerdere. Hè. We hebben meerdere manieren om onze inwoners en ondernemers te bevragen hoe ze vinden dat wij het doen. Ja. Maar hoe we het ook bevragen, de resultaten kunnen wij langs de meetlat van ons merk leggen. En dat, wat ik van vorige gemeentes kan herinneren, is dat je altijd aan het zoeken bent. Nou, je haalt nu op wat mensen vinden, maar waar leg ik het langs? Vinden ze nu echt dat wij het goed of niet goed doen? En wij kijken gewoon, beoordelen, wat zeggen zij over onze kernwaarden? Hoe vinden ze dat wij dat doen? Ja. Waardoor het makkelijker te vertalen is naar verbeteringen en veranderingen in houding en gedrag. Ja, plus dat je dan dus die reacties hebt van de ondernemers, ook van de burgers. Die net die taart komt brengen, is dan natuurlijk wel heel fijn. Ja. Ja. Toch een kritische noot daarbij natuurlijk ook. En we zeggen, we zijn een gemeente die dromen wil waarmaken, maar wij verwachten dan ook van onze inwoners dat ze zelf ook stappen zetten. Ja. Dus het is niet zo dat iemand bij ons een idee kan droppen en dan achterover leunt en vervolgens gaan wij daar hard mee aan de gang. Wij zijn een gemeente voor doeners met een droom, dus dat doen, dat verwachten wij ook wel van de inwoners. En daar zit natuurlijk ook af en toe een schuring. Mensen zeggen, maar jullie zijn toch degene die dat allemaal mogelijk maken. Ja, dat kan niet altijd. En we verwachten ook wat van de burgers wat dat betreft. Ja, want is dat mensen ook duidelijk genoeg? Hoe manage je die verwachtingen? Dan moet je iedere keer opnieuw dat uitspreken. Dat is een misvatting die wij bij de overheid hebben. De klanten die wij krijgen doen misschien maar eens in de 10 jaar zaken met de gemeente. Ja. Het zijn voor een reisdocument of omdat ze zich willen vestigen, maakt niet uit. Maar die zijn niet dagelijks op het gemeentehuis. Dus iedere keer als je een klant voor het eerst weer aan de lijn hebt, moet je die verwachting, moet je managen. Iemand die bij ons een droom over dropt van gemeente regelt maakt, moet je op dat moment teruggeven, maar we verwachten wel iets terug. Ja. Dat is de bedoeling dat jij ook iets doet. Ja. En als jij hard voor je droom werkt, dan doen wij dat ook. Ja. Maar het is niet, hier is mijn droomgemeente, doe mij een nieuwe onderneming. Nee, precies. even kijken. Dan hebben we weer een vraag. Ja, er is nog een vraag. Bas, de vraag is of je de meetlat nog eens uit wil leggen.
Waren dat de kernwaarden? Werken jullie met KPI's, scores? En doen jullie mee aan landelijke benchmarks? En waarom wel niet? De meetlat, dat zijn de kernwaarden. Wat ik bedoelde is, we doen op verschillende manieren onderzoek of monitoring. Waaronder landelijke benchmarks, waaronder bijvoorbeeld een eigen inwonerpanel. Maar de resultaten kunnen wij langs de meetlat van onze kernwaarden leggen. Op het moment dat wij een onderzoek doen naar dienstverlening en klanten geven aan dat het gemeentehuis te weinig open is op momenten dat zij kunnen, dan doen we het op de kernwaarde klant centraal niet zo goed. En dan zie je daar een verbeterpunt. Dus onze kernwaarden zijn de meetlat. Dat is wat ik bedoelde te zeggen. Dan horen we graag of Dorothee het helder genoeg vond. Even kijken, we hebben hier dus nog een sheet. Wat jullie gericht voor ondernemers toen kwamen mogelijk maken. Ja, we hebben het natuurlijk al eventjes over gehad. Dus ja. Inderdaad de accountmanager. Nou, dat is bij veel gemeentes bekend. Hè. Veel gemeentes hebben tegenwoordig een accountmanager. Ja. Die het ene loket is voor die ondernemers. Ja. En nou ja, de uitdaging van de accountmanager is, hoe krijg ik het voor elkaar om het intern allemaal mogelijk te maken, vlotjes te laten verlopen. Nou, dat zal ook elke accountmanager die bij de gemeente werkt herkennen. Hoe zorg je ervoor dat die aap niet constant op mijn schouder blijft hangen? Hè? Want wat is het dan? Het is jouw klant, jouw probleem. En dat heeft dat mogelijk maken waar we allemaal mee bezig zijn, heeft dat echt wel verbeterd. Hè? Dus het is niet altijd meer alleen mijn aap. We proberen het met z'n allen mogelijk te maken. Ja, ja, natuurlijk, daar zijn we nog in lerende. En soms is dat ook heel frustrerend dat collega's op dat moment vinden dat het nog steeds jouw probleem is. Hè? Dus dat zijn we echt wel in levende. Maar ik zie dat wel verandert. Ja, want heb je dan ook een bepaald overleg tussen de meest betrokken afdeling bijvoorbeeld? Ja, we hebben een taskforce bedrijf, maar die hebben we eigenlijk al 10 jaar. Hè? Dus als er dan een principeverzoek of een vraag binnenkomt van een ondernemer, dan gaan we daar met iemand van bestemmingsplannen en die vergunning verleent en RO. Economische zaken zitten dan op tafel te kijken, kunnen we dit mogelijk maken, ja of nee? En dan heb je ook constant dezelfde mensen die dezelfde afweging maken. Hè? Dus niet dat je de ene keer de hondenschool nee verkoopt en de andere keer ja verkoopt. Hè? Dus dat je dat een beetje, want daar moet je dat willen gaan. Ja, willekeur moet je voorkomen. Ja. Oké, mooi. Even kijken, want ik weet niet of wij zijn nu door de sheets heen, maar het is misschien wel een mooi moment om eens te kijken wat onze kijkers vinden. En hoe zij reageren op onze stellingen. Jij zei het volgens mij al spontaan, Bas. Het moet eigenlijk het kern van het werk van de gemeente. En we zijn even benieuwd hoe mensen hierop gaan reageren. Dus mogelijk maken behoort de kern van het werk van de gemeente te zijn. Wat vinden onze deelnemers? Ik kan nu reageren. Dit is misschien toch een... hier hoeven we het niet over te hebben. Maar dat wordt dus kennelijk in het land ook heel erg zo gevoeld. Ja, volgens mij zijn we daarom op aard, toch? Ja. Ik hoor ook wel eens dat bepaalde regelingen, bijvoorbeeld ondernemers die in zwaar weer zitten, door sommige gemeenten niet eens worden uitgevoerd. Hè? Dus die BBZ-regeling, dat is vaak nog lang niet in alle gemeenten, zeg maar, wordt die toegepast. Dus als je denkt over mogelijk maken. Dat is gewoon een wettelijke regeling waarvan de gemeente denkt, dit gaat me te veel geld kosten. Okay. Wij passen hem wel toe. En alle deelnemers hier denken dus ook in termen van mogelijk maken. Ik vind het ergens wel bijzonder als dat nog een discussie is, want de gemeentes en überhaupt de overheid bestaan omdat de Nederlanders die hebben ingesteld. Ja. Als al onze mede-landgenoten zouden denken, we doen dat voortaan anders, dan gaan we aan het werk doen. Of als het overal verschillend wordt aangepakt, dan gaan ze allemaal in huis wonen. Dat past niet. Volgende stelling. Heel leuk zo'n traject, maar in mijn organisatie krijgen mijn collega's toch niet mee. Dat kan niet aan zitten. Nou, reageer dan even via de chat op deze. Dan ben ik even benieuwd of de volgende wel kan. Wil deze wel? Nee, het heeft niets met de presentatie. Dus we hadden nog twee stellingen. Laat even weten via de chat als je deelneemt van, zie jij dat mogelijk maken ook zitten in jouw gemeente? En die vorige stelling, ik krijg mijn collega's toch niet mee. Want daar kunnen we misschien nog wel wat tips hebben. De vraag is eigenlijk ook een beetje van, dit
kan je dit nu alleen in Heusden doen, waar kennelijk een mooie synergie is en iedereen in een theater denkt, we gaan ervoor. Of is dit over plaatsbaar naar alle gemeenten? En zo ja, wat raden jullie die gemeenten dan aan? Ik denk dat het verplaatsbaar is. Ik heb er al een paar keer gezegd, wat ik de grote kracht vind, is dat we door de hele organisatie heen doen. En dat is volgens mij ook het succes, of de succesfactor, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat je zowel, buiten is het college, maar dat je op de collegetafel ook het gesprek kunt hebben van die vergunning. Ja, wel niet mogelijk maken, hoe doen we dat dan, et cetera. Maar ook bij het MT, zeker in de beginperiode, dat we ook best uitgebreid gesproken hebben over van, hoe pakken we dit nou op, bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken, in beoordelingsgesprekken, hoe nemen we dit mee in de hele PNO-cyclus, hoe zorgen we samen dat dit gedachtegoed en deze cultuurverandering ook daadwerkelijk organisatiebreed beklijft. Ja. En nogmaals, het hangt niet aan één persoon, het hangt niet aan mij, het hangt niet aan ons drieën, het hangt aan 300 mensen, inclusief burgemeester, inclusief schoffelaar. En daardoor krijg je een groot goed. En daardoor krijg je op momenten dat het even niet lekker loopt, want die momenten maak je altijd mee. Als er 300 mensen weten wat we in Heusden willen en het loopt even niet, dan zijn er altijd wel een paar die dat aankaarten. Toen ik in 2016 in Heusden begon, wat mij opviel, dat was eigenlijk midden in een beetje een dal, wat betreft het merk. Maar daar was de organisatie gewoon serieus chagrijnig over. Dat vond niemand leuk. En in eerste instantie denk je, oké, ze zijn een beetje aan het mopperen en wat gebeurt hier? Wat er gebeurde is, daar waren we ontevreden over. En dus zijn we het gaan aanpakken met als gevolg dat er nou weer lekker nieuwe energie in het merk is gekomen. Ja, zijn we het gaan aanpakken? Waar is het dan letterlijk mee begonnen? Ik denk dat het een beetje het keerpunt is geweest, de opfrissessies in september 2017. En dat we weer echt bij elkaar zijn gekropen, een soort herhaling van wat er in 2012 gedaan is. Oké, jongens, we zijn eigenlijk allemaal een beetje chagrijnig over hoe het nu loopt. We vinden dat we beter kunnen. Waar zit hem dat in? We hebben toen twee vragen gesteld. Wat vind je dat lekker gaat rondom het merk en wat vind je dat het niet lekker gaat? Ja. En gewoon door die vragen te stellen en dat met z'n 300 te doen, dan gaat het balletje weer rollen. Dat klinkt een beetje zweverig, denk ik. Maar het is gewoon, jongens, we zijn er chagrijnig over. Ik kan twee dingen doen. Chagrijnig blijven. Of gewoon maar gaan proberen het te verbeteren. En omdat het merk van 300 is, zijn er altijd 50, zal ik maar zeggen, die zin hebben om te verbeteren. En die krijgen de rest dan wel weer mee. Ja. We hadden natuurlijk een paar ambtenaren mogelijk maken gemaakt. Dus je hebt zeg maar een beetje op een soort van stukje gezet. Ja. En ik zei toen ook altijd al meteen van, ik vind het allemaal leuk, maar zonder de pack-offs kan ik natuurlijk helemaal niks. En dat is natuurlijk ook echt zo. Ik bedoel, zonder al je collega's die meedenken en op hun eigen vakgebied, krijg je niks voor elkaar. Daarom is het ook goed dat we dat nu uitgerold hebben. Ja. Ja. Dus in 2017 gingen jullie allemaal daar? Allemaal. Ja. En nu pluk je daar de vruchten van. Er gaat ongetwijfeld ook weer een keer een dal komen. Hè? Als we een beetje hetzelfde ritme volhouden, zitten we in 2023 weer in een dal. Maar als je nou kijkt voor andere gemeentes, daar zit dus 5 jaar tussen Piekendal. Eigenlijk zeg je van zorg dat je het vuurtje warm houdt. Nou, en zorg dus dat het breed is. Die eerder gevraagd van, is er een stuurgroep of een projectgroep? Juist niet. Zorg dat de hele organisatie in feite de projectgroep is. Want dan heb je 300, in ons geval 300 kansen, dat er iemand ziet dat je over de top heen bent. Ja. En als je dat, als iemand van onze schoffelploeg, zal ik maar zeggen, dat ziet en dat uitspreekt, is dat net zo belangrijk als wanneer de gemeentesecretaris het ziet. Ja. Het is maar dat je 300 paar ogen en 300 stel hersens hebt die hiermee bezig zijn. En dan is de kans op succes veel groter dan met een stuurgroep vol met getalenteerde aanjagers die wel maar met z'n 12 zijn. Ja, Esther zei het al van, niet een paar mensen op een voetstuk gaan zetten. Het is leuk om mee te beginnen. En we hadden dat nodig in de crisis. Ja. En dat heeft ons de crisis ook wel doorgeholpen. Want we zagen wel meteen effecten. Van dat je mensen, hele fotosessies. En mijn mobiel op het internet. Nou, dan gaan mensen echt wel eerder bellen. Dat is echt zo. En dat geldt niet alleen voor de bedrijfskabels, maar ook voor de woningbouwkabels. Hè. Dus wat dat betreft zijn we ook in de crisis door blijven bouwen. Dus dat is denk ik goed. Alleen die stap naar
verbreding had wat mij betreft in dat eerder gemogen. Ja. En dan was ook ik weet niet of we daar ons op gekeken hebben, misschien wel te weinig bewust van dat als je dat inzet, zo'n cultuurtraject, dat je inderdaad ergens een dal gaat krijgen. En hoe je dat goed, hoe je de energie behoudt, dat vind ik nog steeds een lastig. Hoe je dat over de jaren heen. Ja, maar merk je helemaal geen slecht idee. Iemand die dat constant aandaagt. Als ik jou nog even vraag van, zeg maar, jij denkt van het kan wel in andere gemeenten. Ja. Maar wat raad je gemeenten aan die een start willen maken? Want het is niet gelijk voor de hele werkvloer toegankelijk, zeg maar. Is de vraag. Dat vind ik de vraag. Of het niet voor de werkvloer toegankelijk zou moeten zijn. Iedereen mag bij ons in ieder geval komen kijken en het verhaal nog eens een keer horen. Dat sowieso, dus bij deze die uitnodiging. Maar wat raad ik aan? Ik raad juist aan dat het wel gedragen is door het heel breed in de organisatie. Jawel, maar wat is de eerste stap die je dan zet? Volgens mij is de eerste stap met elkaar, dus met de hele organisatie, de vraag beantwoorden wie zijn wij en waarom zijn wij op deze wereld. En wij hebben dat, dat is begeleid door een marketingbureau, die goed zijn in het vervolgens helder opschrijven van wat wij hebben gezegd. Ja. Maar de teksten die we net in beeld hadden met onze kernwaarden, dromen, de neus, noem maar op, dat is wat wij zelf gezegd hebben. Wij vinden dat is wie we zijn en waarom we op de wereld zijn. En dat vraag je aan alle 300. En daar komt een antwoord uit. En de ene organisatie doet dat in één sessie, en de andere is er 10 voor nodig. Maar door die vraag met z'n allen te beantwoorden, wordt het ook echt van je. Anders dan is het die gladde tekst van die typo van communicatie. En daar identificeer je je gewoon niet zo makkelijk mee. Oké, nou, alle ingrediënten om dit een succes te maken bij andere gemeenten is denk ik wel langsgekomen. Ik kijk nog even, zijn er nog vragen? Zijn veel mensen denk ik die belangstellend luisteren of die later graag terugkijken. Dan denk ik dat we zo langzamerhand op een eind komen. Einde van het webinar, tweede in een reeks over cultuurtrajecten. Heeft uw gemeente ook een mooi traject gedaan waarbij meer mogelijk werd voor inwoners en ondernemers? Laat het ons weten. Misschien zit u hier dan tijdens het volgende webinar. Later deze week is er een werkconferentie over geluk in Roerdalen. Dat is helaas al vol, maar Franca de Vilder die gaat daarheen, die zal er verslag van doen. En dat kunt u weer teruglezen op ons VNG Forum, waar je gratis kan inloggen en allerlei berichten over ondernemersdienstverlening kan lezen. Meer vragen, laat het ons weten. En nogmaals hartelijk dank voor jullie deelname en graag tot de volgende keer. Graag gedaan.